Dit is de podcast van de Nationale Denktank. In deze podcast gaat Suzanne in gesprek met Marianne Sensen van Rutgers over jongeren, seksualiteit en de digitale samenleving. Dit is de podcast van de Nationale Denktank. In deze aflevering gaat Suzanne in gesprek met Marianne Sensen van Rutgers over jongeren, seksualiteit en de digitale samenleving. Ik ben onderweg naar Rutgers, waar ik een afspraak heb met Marianne Sensen. Zij is onderzoeker bij Rutgers. En ik heb haar gevraagd of zij iets wil vertellen over een onderzoek wat Rutgers vorig jaar heeft gedaan onder jongeren. En dat onderzoek liet zien dat de online wereld de drempel verhoogt voor jongeren om aan seks te beginnen. En ik vroeg me eigenlijk af, hoe komt dat eigenlijk en wat hebben ze nou in dat onderzoek gevonden? Ja, dat de titel van dat onderzoeksrapport is natuurlijk ook niet van niks. Ze weten wel wat ze moeten typen, maar niet wat ze moeten zeggen. Mobieltjes en foto's en filmpjes zijn gewoon de taal van nu. Dus dat is er gewoon. En dat is prima. En dat is ten dele instrumenteel. Hè. Dus dat maakt eigenlijk niet uit hoe of je iets zegt of dat je een appje stuurt. Maar ten dele, ja, dit soort technologie beïnvloedt ook wel hoe mensen met elkaar omgaan. Ik ben dus Marianne Sensen en ik werk hier bij Rutgers. Als senior onderzoeker. En ik ben kwalitatief onderzoeker. Dat betekent dat ik met name kijk naar de betekenisgeving van seksualiteit door jongeren. Want we willen vooral veel meer weten hoe bepaalde dingen beleefd worden door jongeren. En ook ja, wat nou eigenlijk behoeftes zijn van jongeren. Waar moeten we als samenleving bij aansluiten met seksuele vorming bijvoorbeeld op school. Maar ook gewoon wat moeten ouders wel of niet doen. Ja, waar lopen jongeren tegenaan? Ik had het rapport gelezen over dat jongeren later seksueel actief worden. Ja. Waar er ook een best wel groot deel wordt besteed aan de rol van de digitale wereld. Ja. Kun je kort vertellen, ja. Misschien wel even de aanleiding van dat onderzoek wat jullie gevonden hebben. En de rol van de digitale wereld in die uitkomsten. Ja, wij doen hier elke 5 jaar een groot surveyonderzoek. Dat heet Seks onder je 25ste. Onder de afgelopen keer waren het 8000 jongeren. En dat is representatief voor heel Nederland. En dat is heel breed. Dan kijken we eigenlijk hoe gedragen jongeren zich. Bijvoorbeeld beschermen ze zich tegen SOA's. Maar ook wanneer is de eerste keer seks. En dat is een getal wat vaak wat mensen graag willen weten. Wat is de gemiddelde leeftijd waarop jongeren seks hebben. En tot onze stomme verbazing was die in 5 jaar tijd een jaar omhoog gegaan. En dan krijg je natuurlijk allerlei journalisten die vragen, ja, hoe komt dat nou? Ja, nou ja, in een survey staat niet hoe dat komt. Er staat alleen maar, ja, dit komt daaruit. Ja, en het is wel representatief, dus ja, oké. Okay. Dus toen kreeg ik de vraag, wil je eens gaan verkennen wat er achter kan liggen? Het is interessant om dan te kijken van, ja, hoe denken jongeren nou over dingen? Wat zijn nou seksuele scripts die tegenwoordig kunnen? En dan merk je, ja, seks hoort bij liefde. Dat is toch wel echt een opvatting die jongeren hebben. Dus je moet niet zomaar met Jan en alle man. En nu is ook heel erg, de eerste keer moet heel goed zijn. Heel perfect zijn. Dat moet je met iemand die van je houdt. Het moet op een goede plek. Je moet eraan toe zijn. Nou, als de eerste keer seks al perfect moet zijn, dan gaat er maar aan staan. En de tweede was dus social media. Omdat ze dus vaak zeiden, ja, maar het is wel heel lastig om in het echt naar iemand af te stappen. Want ja... je kan makkelijk even een smiley sturen of een jij bent lekker een tekstje naar iemand toe appen, dan dat je dat gaat zeggen tegen iemand. Dat is best wel eng, zo, weet je. Terwijl je kan natuurlijk op social heel veel contact hebben met iemand en ook een beetje flirten met mensen, terwijl het eigenlijk relatief veilig is. En dat is natuurlijk heel anders dan, 20 jaar geleden, toen dat er niet was. Dan was het gewoon, ja, je springt in het diepe of je springt er niet in, maar dan sta je aan de kant. Weet je wel? Dus en er is nou natuurlijk eigenlijk een stukje tussenland gecreëerd, zou ik maar zeggen. Waarin je eigenlijk heel veel kan uitproberen zonder dat je meteen helemaal afgaat als je fouten maakt. Of, nou ja. Wat eigenlijk helemaal niet zo erg is. Hè? Ik bedoel, in die zin is dat alleen maar een positief eigenlijk voor de seksuele ontwikkeling van jongeren als je dingen kan uitproberen. En zeker ook voor jongeren... homo-jongeren die veel makkelijker gelijkgestemden kunnen ontmoeten. Kunnen flirten via een dating-app. Dus je merkt, het heeft gewoon invloed. Dating-apps en social media hebben invloed op wat jongeren doen. In de ontdekkingsfase die erin zitten. Of ook een meisje wat vertelde, ja, dan ga je uit en dan vind je iemand leuk. En dan
vraag je elkaars nummer en dan ga je naar huis, los van elkaar. En dan ga je pas appen, ik vind jou leuk. En dan ga je dus eigenlijk de eerste verkenning niet doen met een drankje aan de bar, maar allebei veilig thuis met je mobieltje. Hoe groot is de invloed van de digitale wereld? Het feit dat je nu in appgroepjes heel makkelijk foto's en roddels kan verspreiden, heeft wel invloed, denk ik, op de veiligheid van mensen. Dus het gevoel van, wat gebeurt er met mijn informatie? Ja, dat vind ik wel interessant, want aan het begin zei je, dat klinkt een beetje als paradox, dat tegelijkertijd jongeren, als ze in een kroeg iemand ontmoeten, niet daar zozeer het gesprek en de verkenning aangaan, maar dat dan liever... Ik denk emotioneel veiliger om het thuis te doen met je scherm, in plaats van dat je staat te blunderen aan de bar en niet weet wat je moet zeggen, weet je wel? Dus hè, een blauwtje lopen, die angst. Maar natuurlijk, als je er meer rationeel over nadenkt, dan is het enger als iemand materiaal van jou heeft waarmee die je zou kunnen chanteren. Zou je nog kunnen aangeven, wat zie jij als mooiste, grootste kans qua social media, appgroeps, digitale ontwikkelingen? Ik denk absoluut het vinden van gelijkgestemden. Als je ergens opgroeit en je voelt je niet helemaal thuis bij de groep waar je in zit, op de middelbare school bijvoorbeeld, dat je op social gewoon wel vrienden kan vinden en mensen met wie je kan verbinden en met wie je kan kijken of je homo bent of bi bent of trans bent. Dus dat is wel echt, denk ik, een grote toegevoegde waarde, het doorbreken van het isolement. Ook wel exploreren, gewoon toegang tot informatie. Dus ook als je ouders hebt die niet weten wat ze moeten zeggen, school waar helaas seksuele vorming soms nog niet zo best is, dat je toch gewoon erachter kan komen hoe het allemaal zit. En ook wel vloggers die dingen bespreekbaar maken. Want ik denk, jongeren hebben ook gewoon meerdere verhalen nodig, niet alleen maar een eenzijdig beeld van de wereld. Zodat ze zichzelf kunnen zoeken van, waar hoor ik nou bij? Dat vind ik wel een interessante wereld, dat past bij mij. En dat past dan ook wel weer in hoe die termen ook een beetje beladen zijn. Maar gezond en weerbaar, als je natuurlijk meerdere verhalen hebt en ik zelf kan ontdekken. Ik vrees dat social media en YouTubers schoonheidsidealen bevestigen steeds. Die eigenlijk voor de meeste gewone jongeren niet haalbaar zijn. En voor de gewone mens ook niet per se wenselijk zijn. Maar die wel onder jongeren de onzekerheid versterken. Over ben ik wel normaal, zie ik wel goed uit. Dus ja, dat zijn wel dingen waarvan je denkt, het moet niet de enige taal zijn die je hoort. Want dan krijg je ook weer een eenzijdig beeld. Heb jij tips voor de denktank? Wat ik zei, ik vind die meerdere verhalen dus heel belangrijk. En ik zou het heel mooi vinden als we daar van verschillende hoeken aan bijdragen. Door te laten zien dat je op heel veel verschillende manieren kan liefhebben of met seks bezig kan zijn. Dat het niet één juiste weg is. Dus jongeren worden natuurlijk ontwikkelen zich in een samenleving, in een sociale context, in een peergroep. En worden daarin ook mede bepaald. Dus laten we niet veel alleen maar op het individu richten en kijken van, hey, hoe gedraag jij je? Maar veel meer, wat is de norm in de groep waarin jij zit? En dus het is heel moeilijk om, bijvoorbeeld als jongen zijnde, je krijgt een sexy foto en al je vrienden zeggen, ja, je deelt dat wel even met ons. Om te denken, nee, dat doe ik niet, want dat vind ik ethisch niet verantwoord. Dus dan denk ik, laten we nou eens proberen om die norm dan in de groep bespreekbaar te maken en te bedenken. Ja, er is onlangs onderzoek gedaan, niet door ons, maar door een collega zou ik maar zeggen, naar daders van het doorsturen van foto's, dus sexting. En het bleek dat zij vonden dat dat gerechtvaardigd was als iemand zich toch al sletterig gedroeg. Zou ik maar zeggen. Het feit dat iemand een blote foto had gestuurd, rechtvaardigde eigenlijk dat zij hem doorstuurde. Want ja, god, als iemand dat doet, dan vraagt ze erom. Dus daar zit die dubbele seksuele moraal weer in. Terwijl ik denk, daar moeten we dus iets mee als samenleving. Want dat denken van, dat wordt versterkt als de politie gaat zeggen, stuur geen blote foto's. Daar zit dan toch iets in. Want dan doe je iets fout, weet je. Ik denk, bij wie leggen we de verantwoordelijkheid? Nou, ik vind het wel heel belangrijk om samen met jongeren dingen te ontwikkelen, weet je. Want ik denk, dat is gewoon heel erg nodig. Anders dan slaan we de plank mis. Dus co-creatie, wat je zelf ook zei, is heel belangrijk. Gewoon dat we gaan kijken van, wat werkt nou? Wat wil je vinden? Welke stem wil je horen, zou ik maar zeggen. Dat. Ik zou echt van jongeren van nu wensen dat we het perfecte beeld een beetje doen kantelen. Dat je fouten mag maken. Dat niemand perfect is. Dat de eerste keer seks waarschijnlijk een hoop gestuntel is en met een beetje mazzel een beetje lachen wordt.